Stucador, elektricien. Elke ruimte is mooi meegenomen, maar wat is het dan? Twee groups. Heel veel op zo'n ronde bank zitten. Zoveel verhalen van mensen die samenwerken en dat niet lekker loopt. Het doel is gewoon dat ik dat diploma haal voor we open gaan. En dan als hoofdgerecht bijvoorbeeld ster. Jongens, ik heb even iets wat ik met jullie wil delen. Want we willen ons dus heel erg gaan focussen op vegan producten. En er is iemand op Instagram, plantpedagoog heet ze. En ik heb haar om wat adviezen gevraagd. Wat zijn nou echt hele lekkere producten? Allemaal producten om te testen. Ik heb het dus nog nooit geproefd. Dus hoe leuk dat we dit niet zelf hoeven te gaan kopen. En het gewoon mogen gaan testen. Het ziet er super tof uit. En ik kan je vertellen, echt heel veel merken hebben geen proefpakket. Je moet het gewoon zelf bestellen. Dus dit doen ze heel erg goed. Het is niet gesponsord of iets. Mr. en Mrs. Watson. Het schijnen echt fantastische plantaardige kazen te zijn. Kijk hoeveel erin zit. Vet, het ziet er ook zo mooi uit. Ik weet nog niet of ik dat in de vlog ga delen. Want ik vind het ook leuk als dingen een beetje verrassing blijven. Maar dan weten jullie in ieder geval wat er dus gaande is. Nu moeten we dus deze producten gaan testen. Dit is echt bizar. Kijk die korst. Het ruikt zelfs naar de korst van een camembert. Niet normaal. Ik vind het echt heel bizar hoe ze dit doen, zeg. Ik ben zo benieuwd nu. Oké, zo ziet het eruit. Dus het is wel echt... Het ziet er heel anders uit dan kaas. Hij is nu een uur of zo uit de koelkast. Het is heel romig. De korst is wel echt kaas. Maar dit ziet er heel anders uit. Ik ben benieuwd of je dit gewoon heel koud moet serveren. En dat het dan wel hard is. Dat denk ik. Want een Frans kaasje vind ik heel lekker als je die een beetje warm serveert. Zeg maar kamertemperatuur. Maar deze wordt denk ik te zacht. Kijk. Het is gewoon smeerbaar. En ik hou nooit van de korst van een kaas. Ik ga even de korst losproeven, want ik ben wel benieuwd waar dit dan naar smaakt. Oh, echt als een kaaskorst. Bizar. Die is heel goed nagedaan. Nu ga ik even los de vulling proeven. Oh, heel lekker. Het heeft het rijping smaakje van kaas. Lekker zoutig. Maar ik proef wel dat het niet van... Ik proef wel dat het niet echt kaas is, maar het geeft wel de kaasfeeling. Wow, ik neem dat kinderen dit ook heel lekker vinden. Ik vind het super lekker. Wow. Vet mooi. Ja, we zijn allemaal wit, het is winter. Nee, je bent bruin. Hallo. Ja, smaken. Hoi. Wat gaan we doen, Mel? We gaan proeven. We krijgen een proeverij van de Sligo. Kleinse keuken. Sligo. Ja. Geen samenwerking. Ja, we gaan dus alles proeven. Volgens mij had ik er gisteren al wat over verteld. Het is super leuk. Kijk eens. Sligo. En toen dacht ik wel van ja, oké, dat wordt de meest uitdagende warme dingen. Ja. En het bereiden, maar ook en hoe blijft het een beetje warm? Dus en de ruimte, warme, ja, steentjes of zo. Warme steen, misschien dat het lang voor wat warmere dingen, dat het langer warm blijft. Het zou een mogelijkheid zijn, maar dan moet je ook weer kijken naar die plank, zeg maar, hoe ga je dat serveren? Ja. Op het moment dat jij het neerzet en het glijdt van die plank al, over die tafel, nee. Om maar wat te noemen. Ik zie het al voor. Weet je, dan moet je al een plank hebben bijvoorbeeld met een opstaande rand aan de zijkant. Dat is prima, dat kan het wel, maar je moet daar wel over nadenken hoe je dat wil gaan doen. Ja. Kijk, als je het koude deel helemaal voorbereidt, dan is het weer 80% van je plank. Heel makkelijk. Als je een warme deel toevoegt en hem dan uitspreekt, ja. Dan zou je dat. Ik kan me voorstellen dat de mensen die het bestellen, dan krijg je dat je eerst de warme. Ja. En je kan het zelfs zo doen, dat je je koude plank neerzet en dat je later je warme dingen toevoegt. Dat is ook heel erg leuk. Ja, dat je gewoon zegt... Een soort verrassing. Ja, maar dat je gewoon twee of drie dingen warm, daarna er nog bij zet. Ja. En dat het warmer blijft daardoor. Ja, precies. Dat je drie keer iets warms krijgt. Dan kan je bijvoorbeeld van die draadnetjes hebben we... Ja, dat is van die frituurspaantjes waar je witte bollen in kunt doen. Ja, of dat soort dingetjes. Ja. Of in een schaaltje, daar kan je wat neerzetten. Als je dat gewoon later toevoegt, dan is het ook weer een toegevoegde waarde. En het is warm. Ja. En je hebt weer contact met het. Ja, precies. Wil je nog wat drinken? Oh, hoe leuk, dat is best wel heel erg. Ja, we hebben net even van alles besproken over wat we gaan doen en ze hebben even meegedacht. En nu gaan we naar beneden om naar de Mary's Chef te kijken en dus dingen te proeven. Hij heeft al van alles voorbereid. Superleuk. Zoveel zin in, heel benieuwd. Het pot wat in je koelkast hebt zitten, de pot kan verdampen. Want dan krijg je een mooi krokant product. Jongens, we gaan proeven. Wow, hij ziet er van binnen echt super goed uit. Dit zijn ook lekkere met van die draadjes en niet met stukjes. Ik vind met stukjes heel vies.
daar zit wel garnituur in, zeg maar vlees. Je proeft echt vlees. Ja, dat vind ik lekker. En we hebben ook trekboom, daar is die structuur zalven. Dus dan zit er bijna geen vleesstructuur in. Nee. Daarom vind ik dit gewoon veel lekkerder. Ja. Dan mag ik echt wel, als je dit geval geen goed vlees, dan mag ik wel proeven. Ja. Heel eerlijk, ik vind hem boven verwachting. Want hij is zo vettig, het lijkt zich maar uit de frituur. Ja. Wat? Dat had ik niet verwacht. Bizar. Oeh, de saus viel. Hoe kan het dat die ene lichter zijn dan die andere? Dat heeft te maken met als je zeg maar ergens tegenaan gelegen hebt. Hetzelfde als met patat. Ja. Welke ga jij nemen? Een licht of een donkere? Ik ga voor deze. Oh, ik wilde die erboven. Wil jij die erboven? Ja. Oh, daar twijfel ik tussen. Ik vind het zelfs lekkerder uit de frituur, want die vind ik altijd te frituren. Oh, hij is afgevallen. Ja. Oh, hallo meneer. Hey, hallo. Oh, u mag met voor mij, hoor. Maar voor mij wel. Ja, wel. Deze vind ik wel best wel zout. Dat noemen ze zo'n moinkbol. Maar kijk, deze is dus wel verbrand. Hè? Is verbrand, ja. Ja, dat wist ik. Ja, maar het zit ook meer. Ja, 2 minuten 20 was dit klaar. Hoe dan? Zal ik even proeven? Ja. Oh, dat zijn er 2. We hadden dus een proeverij van allerlei producten, warme producten. In een apparaat waarmee we kunnen kijken of we dat fijn vinden om daarmee te gaan werken. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld bitterballen doen zonder dat we een frituurpan hebben. Zonder dat het smaakt als een ovenbitterbal. En andere warme gerechten. Yakitori spiesjes, maar ook nachos. Een soort van oven, maar dan ook meteen een soort van frituurpan eigenlijk. En dan moeten we gaan beslissen of we daarmee willen gaan werken. Het is natuurlijk super duur. Maar we waren over die bitterballen wel echt enthousiast. Want het was net super echt heel lekker. En krokant. En de vulling was super goed warm. En ook niet dat het soms is nog een beetje koud. Gewoon echt, dit wil je wel verkopen. Ja. Maar we moeten even gaan bekijken van zijn andere producten het ook echt waard. En qua kosten en alles is dat. Yep. Hallo, het is zondag. Wat er nu is, is dat we hier zijn om te gaan meten. Want familie van Mel heeft, familie heeft voor ons gratis keukenspullen. Maar gewoon uit een woonhuis. Alleen zelf vind ik dat echt veel mooier dan een horeca spul. Dus het is een aanrechtblad, heel mooi, met een kookplaat erin en nog een grill erin. Een bar. Ja, een barretje, zeg maar, een soort van verlengstuk, aanzetstuk voor een bar. Misschien een afzuigkant, maar ik denk dat dat hier niet op kan. Lijkt me niet. Maar we gaan in ieder geval even dus meten en afplakken. Maar het band is nog steeds niet leeg, dus we moeten het leeg halen eerst. Maar wel benieuwd of het past. Ik wil zoveel loopruimte, nee. Nee, hier lopen we gewoon. Daar, daar moeten we nog wat neerleggen, dus ja, precies. Ja. Of deze? Ja, die ja. Moet je even water in? Ja, moet je vanaf 60-70. Staat hier ook iets op? Waar is het tapeje ligt? 1,90 meter. Ja, telt dit ook nog als iets? 1,90 meter. Ja, dit is de bar. Oh ja. Oké, dus we hebben nu berekend dat daar een blad is. Hier zeg maar het keukenblok. Dit wordt dan de bar en dit wordt dan het verlengstukje van de bar, waar je ook zit. Dus. Nou, dat ziet er op zich wel haalbaar uit. En dan doe ik maar een melungo. Een melungo? Ik wil wel graag straks een kopje thee. Jij maakt het maar zelf. Ben je toch bezig? Ik weet dat ik nu een mal aan het maken ben. Ja, maar ik heb ook wel veel beter om te rekenen. We hebben toch meerdere nodig om te vieren. Hallo allemaal, we hebben onverwacht een werkoverleg op zondag. I love it, zondag trouwens. Dat is heerlijk. Dat is zondag. Feit is trouwens, mensen, dat we die onderdelen die we gratis kunnen krijgen voor de keuken, dus wel kunnen gaan gebruiken, toch? Die zijn goed. Zeker weten. Dus dat is heel fijn. Kijk, ik ga malletjes maken. Ja, als wij, zou je bijvoorbeeld dat blad niet gebruiken, die heb je in ieder geval nog een inductieplaat. Maar hij heeft expres die wanden door mij meegetekend. Ja, ja. Deze kast komt te vervallen. Hoe kan dit 1,36 maar zijn? Oh, die, ja, dat kan. Dus van heeft hier die dikke muurtje is natuurlijk. Ja, dit. Ja. Dit is, ja.
Ja, dat klopt. Nou, wij zijn goed bezig. Nice. Als je dus niet op schaal kan tekenen, dan moet je gewoon wat anders proberen. Elk stukje is ongeveer 50 centimeter. En dat resulteert in plattegronden die vrijwel kloppen. We hebben nu waarschijnlijk gewoon... Dit wordt waarschijnlijk de keuken. We hebben geen 3D-tekenaars nodig, jongens. Jeetje, mina. Nou, dat is wel de administratie. Jee, wat een feest. Het ziet er best wel goed uit, dit zo. Dat wordt dan dus deze. Onverwachts op de zondag hebben we nu de mail naar de gemeente gestuurd. Met alle aanvullende dingen die we nog moesten toesturen. Dus dat is echt fijn. Het voedseleinde van je bed. Hoe vaak? Ook echt. Dus heel benieuwd. De stalen vuur, schiet ze op. Ik heb geen stik. Oké. We gaan, wat gaan we doen? Goedemorgen. Hi. Middag is het al, 12 uur. Ja, wat gaan we doen? Ik wou zeggen, we gaan proeven, maar we gaan eigenlijk helemaal niks proeven. We gaan prijzen bekijken. Ik vind het zo grappig. Mel gaat even wat vaker de vlog overnemen. Nee, hoeft niet. We gaan naar Bonenkamp. Dat is die man, zeg maar wat ik laatst had gefilmd, waarvan we opslagruimte mogen gaan huren. Die dat echt voor ons gaat bouwen eigenlijk. Hij heeft het al, maar gaat dus een muur laten bouwen. En dat is dan in ruil voor een maandbedrag. Maar hij zou het dus ook fijn vinden als ze bij zijn groothandel in ieder geval drank gaan afnemen. Ja. En hij is daar zelf niet meer heel actief in, maar het is wel zijn bedrijf. Dus we hebben nu met een collega van hem een afspraak. En we hadden iets van, ja, als de prijzen niet veel duurder zijn dan een andere groothandel, dan prima. Dus frisdrank, alcohol, daar hebben we nu een gesprekje voor. Goed gezegd? Ja. Oké. Okay. Ik had dus nog niet ontbeten vandaag. Het is 1 uur en we zitten al te proeven. En moet je vooral drinken? Limoncello. Amaretto. Ja, ik vind het wel lekker. Nuchtig vandaag. Hier zitten we. Het smaakt echt heel anders dan die Serone, hoor, deze. Ja. Maar bij die slijterij zie je soms ook zulke kleine flesjes die je gewoon kan kopen. Ja. Je kan ze in de... Kijk, wij hebben ze nu gewoon gevraagd om aan te proeven. Zo schattig. We gaan het magazijn in. Dat vind ik echt super leuk. Oh, ja. Zit hier wel fris? Ja. Nee, dit is waar wij de wijnen opslaan. Oh ja. En hierboven staan dan zeg maar de kaartwijn en wat meer, ook al volume wijnen, maar de meeste volume wijnen staan beneden. En dan kunnen we het eigenlijk zo pakken. Kijk jongens. Super leuk. We mogen dus eventjes hier kijken, want dan krijg je er ook een beeld bij. Precies, die broa, bol. Dit zijn die kant-en-klare dingen, hè? Dat zijn die koppa cocktails, ja. Oh ja. Is dat wat? Ik vind ze heel erg goed. Okay. En ze worden door cocktail shakers, zeg maar, als oké gevonden. Okay. Dus zeg maar, ik noem het dat maar, je kan dus koffie maken met een pistoolmachine. Ja. Dat moet je kunnen. Ja. En je kan met één druk op de knop. En één druk op de knop is altijd de 7. Ja, precies. En met een pistoolmachine kan je ook een 10 halen. Je natuurlijk gewoon snel een cocktail neerzetten. Ja, ik denk als het niet je hoofdding is, dat het dan heel leuk is. Voor 5 euro heb je een cocktail op de kaart. Ja, nee, precies. Maar niet voor ons. En daar is het ook zeker voor. Gin. Tot de gekste soort daarin. Het zijn er niet zo heel veel. Dit ken ik niet, Double Dutch. Oh, Pinky Rose ken ik wel. Dat is heel duur toch op de kaart altijd. Ja, deze willen we sowieso. Ja. Dit is zo leuk, al die hippe drankjes. Ik hou ervan. Best wel veel. Laminaatplanken. Ja, precies. Een keer in draaiback. Vet hoor. Ja, heel lelijk vind ik. Maar ik weet niet of het bij ons past. Maar ja, heel veel hebben dat wel ook al, hè. Dit vind ik dus Ordi. Vind jij niet leuk? Toch niet? Wat moeten we dan nu doen? Want als we dan wachten, dan komt het meubilair te laat.